ben er ook helemaal op gekleed vanavond, zie je? Zie? Mooi, hè? Echte diamantjes. Ja, echt waar. Had eigenlijk Arie 5 moeten staan, alleen dat verkochten ze niet bij de kringloop. Helemaal uitverkocht. En het is best wel heftig werk dit, hoor. Echt waar. Ik bedoel, kijk, ik stel eens even, jongens, ik kan gewoon mijn verhaal. Om dit werk te doen, er is veel voor nodig. En ik heb ook heel bewust gekozen, en ik zal mensen die andere keuze maken niet veroordelen, maar ik heb gekozen om geen kinderen te krijgen. Nou, dat vind ik op zich prima, weet je, ik heb het vrede mee. Maar het punt is dat heel veel mensen om mij heen, die hebben dat niet. Pas geleden. Ik heb mijn beste vriend aan de telefoon. Die ken ik sinds mijn 15e en we zaten gezellig te praten. Hij zei, joh, wat heb jij gedaan gisteren? Ik zei, nou, het was lekker weer. Ik heb de vouwfiets gepakt, trein ingestapt, Winterswijk eruit, heel de dag rondgefietst in de Achterhoek. Was mooi, man. En wat zei hij? Ja, jij kunt dat, hè? Ik moet zo, ja, ik weet het! Nee, is dat niet verplicht? Nee, die vriend van mij heeft een zoontje van 2 en mijn beste vriend wordt nu al 2 jaar lang gemarteld door een permanent slaaptekort. En wat zei hij laatst tegen mij? We willen een tweede. Met hun bedoelt hij volgens mij zijn vrouw zijn zoon. Ik zeg, ja, waarom willen jullie een tweede? Hij zegt, nou, heel veel mensen zeggen tegen ons, goh, hebben jullie erbij? Dus dan zeg ik, ja, deze doet het nog prima. Verrassend. En die jongen, hij is zichzelf helemaal niet meer. Echt waar, joh. Hij kan nergens meer tegen. Echt waar. Nou, ik vind überhaupt, mensen kunnen nergens meer tegen. Als ik 20 jaar geleden een kind werd geboren, zei hij, joh, wat leuk, een jongen van meisje. Ja, toch? Tegenwoordig zeg ik, goh, ADHD of autist. Dat is zo. Ja, dat is zo. Ja. Nee, ik heb pas geleden heb ik een mooi boek gelezen, Oliver Twist van Charles Dickens. Dat begint in het weeshuis. En die kinderen die krijgen elke dag een bord graanpap. Elke dag. Ik denk, als die scène tegenwoordig zou plaatsvinden en zo'n kind krijgt graanpap, dan zegt zo'n kind, nee, ik mag geen graanpap, want ik heb koemelk eiwit glutenlactose intolerantie. Maar ja. Weet je, ik vind ondertussen, ik vind kinderen, ik vind wel prachtige spullen allemaal. En,